Nou, we gaan door naar het volgende. Zometeen gaan we door naar de Late Night Show. En bij de Late Night Show zitten altijd toppers. Yes. Ze zitten al helemaal klaar. Inspirerende personen. En ze mogen lekker in gesprek gaan met de ster van vanavond, Gina. Ja, daar zit ik weer. Je kijkt weer naar de Late Night Show. Mijn naam is Gina. Ik ben jullie host van deze week en van vorige week, als je ook mee hebt gekeken. En je hebt vandaag weer twee hele leuke gasten, Lia en Andrew. Welkom. Hallo. Lia, jij hebt vorig jaar een podcast uitgebracht. Klopt. En dat heb je eigenlijk helemaal zelf gedaan, want het was jouw idee. Je hebt het zelf geproduceerd, of tenminste met behulp van Alkeblan heb je het samen geproduceerd. Zie. Maar je hebt het zelf gepitcht en het hele idee en het concept is nog van jou. Mm-hmm. Dus eigenlijk best wel een powerwoman, dat doe je wel eventjes alleen, toch? En Andrew, jij bent DJ, maar eigenlijk ook zoveel meer dan dat. Jij geeft onder andere jongeren DJ-les, je coacht ze daarin. En volgens mij geef jij, help je ze ook op andere gebieden. Ik zag op je website het een en ander voorkomen. Volgens mij podcast, daar kan je ze mee helpen. Dus misschien ook een raakvlak voor jullie. Maar je bent er echt wel voor de Haagse jongeren. En dat hebben zeker. Wij dit jaar echt wel afgelopen jaar ook zeker nodig gehad. Dus dankjewel allebei dat jullie er zijn. We gaan het vandaag over podcast maken en DJ'en hebben. Andrew, ik ben heel benieuwd, wat is jouw connectie met muziek eigenlijk? Ja, eigenlijk als bij iedereen in de jeugd, muziek dat speelt best wel een belangrijke rol in je jeugd. En dat geeft je ook wel begeleiding als je naar de juiste artiesten luistert. Ja, ik hoor je jeugd. Ja. Je bent al heel vroeg met muziek, denk ik, begonnen. Zeker. Was je eerst vooral een liefhebber van muziek of ben je al heel vroeg ook begonnen met het DJ'en? Ik was 15 toen ik mijn eerste plaat kocht. Wauw. Ja. En weet je nog welke plaat dat was? Ja, dat was de plaat van Snoop Dogg, Doggy Style. Dat, ik had geen weten wat het, de inhoud was, maar ja, ik vond het gewoon heel tof. En daarna ben ik ook gaan verdiepen in andere stijlen van hip-hop. Ja. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen. En ook meer naar teksten gaan luisteren. Dus het gaf je ook wel, het bracht ook wel kennis vanuit die periode mee wat daar gebeurde in Amerika. Ja, en Lia, wat is jouw muziek dan met podcast maken en podcasts überhaupt? Nou ja, muziek sowieso kan heel inspirerend zijn wat dat betreft. Dus zeker. Ik ben wel heel erg de mood waarin ik zit, dat is ook de muziek waarnaar ik luister. Ja. Dus als ik zeg maar in een goede bui ben, dan ben ik ook wel geneigd om ja, op zwepende, leuke, vrolijke muziek te luisteren. Ik probeer ook wel meer content te maken rondom muziek, maar mm-hmm. het is wel heel lastig natuurlijk in Nederland. En als je kijkt dan naar podcasts, je hebt er natuurlijk dan zelf één uitgebracht. Voel je ook een connectie met podcasts? Zelf luister ik niet zo snel een podcast, maar als er bijvoorbeeld video bij zit, dan wil ik het nog wel eens kijken. Maar ik kan er gewoon niet tegen als ik zeg maar stemmen in mijn oor hoor, dan denk ik echt, waar zijn deze mensen? Ja. Dus ik moet het ook wel echt kijken. Als ik het gewoon kan zien en ik kan er echt voor zitten, dan lukt het me wel. Maar podcasts zijn vaak best wel lang. Kan jij dan een half uur tot een uur focussen op één beeld of op een YouTube-filmpje? Ja, op zich wel, want ik vind het altijd wel belangrijk om te zien hoe mensen praten, wat de lichaamstaal is, en dan zie je ook de connectie eigenlijk tussen mensen. Dus dat vind ik wel belangrijk om te zien. En als je alleen stemmen hoort, dan heb je dat gewoon veel minder. Ja, en hoe ben je eigenlijk mee begonnen? Hoe ben je erbij gekomen om een podcast te gaan maken? Nou ja, twee jaar geleden meegedaan aan een reality show. Daarna kwam natuurlijk de lockdown, dus iedereen zat op Clubhouse. Echt iedereen en iedereen's moeder zat op Clubhouse. En ik opende daar gewoon rooms met gewoon random mensen. En toen had het over van alles en nog wat. Van weet je, dagelijks leven tot aan masturberen. En ik merkte gewoon van, joh, er zijn zoveel mensen die behoefte hebben aan dit soort openheid. Maar vooral vrouwen onderling. En zo is eigenlijk mijn podcast Vrouwentoilet eruit gerold. En met Alkeblan Project maak ik die. Maar het concept en alles is gewoon van mij. Ik host het ook zelf. Ik doe zelf ook de redactie. Ik zoek de gasten ook op. Dus het is enorm veel werk, maar het is wel heel veel goede reacties gehad. Dus ik ben er heel blij mee. Ja, nice. En Andrew, ik las dus op jouw website dat jij ook wel iets met podcasts hebt, een connectie mee. Kan je ons een beetje uitleggen wat jij dan met een podcast kan? Ja, in mijn studio maak ik de opnames, dus, maar dat is zonder beeld, dus gewoon audio. En ik zorg ervoor met een paar presets voor dat het net wat appealinger is voor je oor. Dus ik master het ook een beetje. Ja, leuk. Ja. En als je dan... Maar qua inhoud doe ik er niks mee. Dus, dan, als ik het goed begrijp, komen jongeren echt wel naar jou toe met misschien een idee. En dan help jij ze echt met de studio of help je ze ook misschien met de juiste mensen zoeken? Of is het echt alleen de studio? Nee, het is faciliteren. Maar ik
probeer ook mensen bij elkaar te brengen. Ja. Eigenlijk, ja, als iemand een producer zoekt voor een liedje of een schrijver, dan probeer ik dat echt bij elkaar te brengen. Ja. En zijn er in het afgelopen jaar bepaalde podcasts uitgebracht waar jij mee hebt geholpen? Ja. Ja? Ja. Kan je iets noemen? Ik heb laatst, of de laatste, het laatste project was voor een islamitische doelgroep die dan echt over de islam praat. Wat leuk. Ja, was wel interessant. Ja. Ja, dus jongeren kunnen van alles naar jou toe komen. Voor alles eigenlijk. Het is niet toevallig was het dat. Ja. Maar je kan ook, als je het over ditjes en datjes wilt hebben, ja, of over dat ze nu niet weg kunnen, dan kunnen ze daar ook over praten. Ja, en dan eigenlijk geef jij vooral DJ-lessen, ja, coachings. Ja. Hoe, als ik naar jou toe kom, hoe beginnen wij met zo'n les? Want ik weet bijvoorbeeld helemaal niks. Wat is dan het eerste wat je mij zou leren? Het tellen van de maten. De vier kwartsmaat. Ja. 1, 2, 3, 4. En dan de volgende bar weer 1, 2, 3, 4. En wat nou als je geen ritmegevoel hebt? Want ik heb geen ritmegevoel. Nou, dan hebben we een hele mooie knop. Dat heet, ja, de sync. Ja. Nee, we leren. Ja, ook als je geen ritmegevoel hebt. Je hebt wel echt wel een gevoel op een bepaald moment om op de play te drukken. Dus iedereen kan het uiteindelijk wel. Okay, dus... Maar de een heeft er wat meer tijd voor nodig. Ja, dat is stap 1. Hoe lang duurt eigenlijk zo'n coaching sessie bij jou? Ja, dat is afhankelijk. Ik heb het ingedeeld in drie cursussen. Dus je begint de beginnerscursus en dan kan je eigenlijk draaien en de basistransities maken. En dan ook met de equalizer spelen, zodat het geluid niet allemaal te hard door de speakers, ja, komt. Met de tweede cursus gaan we meer eigenlijk op smaakbepaling zitten. Dus hoe ga jij in harmonie je muziek ten gehore brengen naar het publiek? Welk verhaal wil je vertellen? En een klein beetje effecten als daar ruimte voor is. En de gevorderde cursus is echt met drie decks werken, het sketchwerk. En dan echt een hele show geven. Ja, en want dan ben je al comfortabel met de basisprincipes. Ja, want eigenlijk zit jij al heel lang in de scene, dus dat kan jij heel mooi overgeven aan, zeker, de jongeren. Ja. Maar dan vraag ik me af, heb jij ook een voorbeeld DJ? Zeker, DJ Jesse Jeff, dat is een van mijn voorbeelden. Die kan echt vaardig draaien. En als ik echt wil luisteren, is Miles Medina wel een van mijn favoriete DJ's. Ja. Die komt uit San Francisco en die draait wel de vibe die ik wel echt leuk vind. En ook wel veel edits, dus dan klinkt wel een bekend nummer toch net anders. En dan denk je van, oh ja, nou die feel is wel... Ja, dat past wel. En Lia, jij gaf net aan dat je niet heel veel naar podcasts luistert. Maar is er een podcastmaker dat je echt als voorbeeld ziet? Oh, dat vind ik lastig. Niet per se. Er zijn wel natuurlijk zeg maar journalisten of programmamakers waar ik naar op kijk. Bijvoorbeeld Natasha Gibbs. Dat is echt wel echt een van mijn grote voorbeelden wat dat betreft. Maar er zijn niet echt podcastmakers waar ik zeg maar echt naar uitkijk. Of van ik denk, oh, dat moet ik nu echt gaan kijken of zo. Nee, niet echt. Ja, en ik vind het dan zo bijzonder, hè? Want dan heb je, ja, luistert helemaal niet zoveel naar podcasts. Je hebt niet echt een voorbeeld. Maar toch zet je echt iets heel goeds neer. Mm. Ik bedoel, jouw account bestaat, vrouwentoilet, hoe lang bestaat dat? Laten we daarmee beginnen. We zijn Instagram. Oktober vorig jaar in principe een soort van live gegaan. Ja, toen ben je live gegaan. Nou, dat is misschien 3-4 maanden. En hoeveel volgers heb je nu? Volgens mij boven de 1000. Ja, 1000 nog wat. Ja, dat vind ik echt heel nice. Ik bedoel, ik weet niet of jij thuis weet hoe moeilijk het is in deze tijd vooral. Waar iedereen iets neerzet. Hoe moeilijk het is om volgers te werven. Maar het is best wel een prestatie op zich. Ja. Dus... Lia, wat is jouw geheim? Share it! Ja. Ik denk dat mijn, zeg maar, voor vrouwentoilet specifiek, denk dat het geheim heel erg is dat de productie is volledig vrouw. Dus Project Alcabulan en ik zijn alleen maar vrouwen. Alle gasten zijn vrouwen. We hebben onderwerpen gekozen waarbij mensen zich echt prettig voelen. Dus ik nodigde een gast uit en ik dacht van oké, met een bepaalde gedachte van, hey, het lijkt me leuk als je over dit wil komen praten. Maar ook, hey, als je dat niet wil... Prima, we kunnen het ook over pannenkoeken hebben, een half uur lang. Dus mensen hebben echt volledig de vrijheid gekregen om daarin te doen wat ze willen. Ja. En ik heb me gewoon niet laten beïnvloeden. Dus toen ik Vrouwentoilet ging maken, heb ik gewoon geen enkele andere podcast gecheckt. Gewoon geen enkele andere podcast geluisterd. Ik ben niet naar inspiratie op zoek gegaan. Ik ben niet gaan kijken wat mij kan beïnvloeden. Dus ik heb me helemaal afgesloten van zeg maar, invloeden van buitenaf. En ik ben gewoon eerst die podcast gaan maken. En nu
hebben een seizoen gemaakt. En nu pas ga ik een beetje research van oké, hoe zit dit in elkaar? Hoe zit dat in elkaar? Weet je, wat doen deze podcasts anders dan dat ik doe? Maar de eerste keer wil ik me daar gewoon niet door beïnvloeden. Dus ik denk dat het geheim is dat je gewoon echt moet geloven in je visie. En echt moet geloven dat je iets maakt wat nog niet is gedaan. Kijk, tuurlijk, ik heb wel mijn huiswerk gedaan. Hoor. Ik ben niet blind een podcast gaan maken. Maar ik ging niet naar andere dingen luisteren. En ik ben niet met een soort van, oh, ik wil een X-podcast maken, maar dan anders. Ik dacht gewoon, nee, dit is gewoon mijn idee en het bestaat nog niet. En ik ga het zo maken. Dus dat is in principe Vrouwentoilet geworden. Ja, en eigenlijk was jouw, misschien ook een deel van je research, Clubhouse, waar ik direct contact had ook met jouw doelgroep, de vrouwen. Ja. Kan je me wat meer over jouw doelgroep vertellen? Zijn dat ook vooral jongeren? Of wat voor mensen luisteren naar Alia Park podcast? Mijn doelgroep is eigenlijk in principe tussen de 25 en 35. Okay. Dat is zeg maar waar ik op mik. Maar ik merk dat ik ook wat jongere meiden heb. Dus zeg maar tussen de 15, vanaf 15 jaar eigenlijk al een beetje. En daar is de podcast in principe ook wel op gericht. Het is een soort van heel erg open gesprek tussen vrouwen, waarbij we gewoon proberen taboes te doorbreken, maar zonder dat het, ze noemen dat trauma porn, weet je, dus zonder dat je hele heftige verhalen vertelt, of zonder dat het te maken heeft met hoe val je af, of hoe word je aantrekkelijker, of hoe vind je een partner. Dus geen enkel van dat soort onzin, maar echt gewoon open gesprekken over de dingen die we meemaken eigenlijk, maar op een manier dat het voor iedereen te luisteren is. Ja. En dat vond ik belangrijk, dat gewoon, of je nou 15 jaar bent of 35, dat je alsnog kan denken van, oh ja, dat is interessant. Of ik heb iets nieuws geleerd. Dat je iets hebt van, hier wil ik eigenlijk met vriendinnen over hebben. Om echt een gesprek te starten. Ja. Dus in die zin is het een beetje feministisch. Maar zonder dat je zeg maar met een soort van uithangbord. En, weet je wel. Zeg maar, gewoon, ja, gewoon de mannen moeten allemaal. Zeg maar zonder dat. Maar nee, niet wel. Nee, maar wel in de inhoud zelf is het zeg maar wel dat we taboes en stigma's doorbreken door bepaalde onderwerpen te bespreken. Ja, dus jij kent je doelgroep heel goed. Andrew, volgens mij ken jij jouw doelgroep ook door en door. Ja. Vooral als we naar de jongeren kijken. Wat voor jongeren komen er eigenlijk bij jou aankloppen? Ja, verschillend. Echt verschillend. Van house tot en met urban. Ja. Echt. En alles wat daartussen zit. Ja, en waarom heb je eigenlijk dat besluit genomen dat je met jongeren bent gaan werken? Wat heeft jou gedreven naar de jongeren toe? Nou, in mijn tijd was er eigenlijk niks voor jongeren. En ik heb nu de faciliteit om dat wel te leveren voor de jongeren. Dus ik wil daar iets in teruggeven. Nu doe ik dat in een commerciële vorm. En misschien in de toekomst wil ik daar op een andere manier iets teruggeven. Ja, want volgens mij geef je ze niet alleen DJ-les. Toch? Volgens mij geef je ze ook wel levenslessen, Het zo hoor. Zeker, zeker. Ja. Ik coach hen ook op juridisch vlak. Ook hoe je omgaat met tegenslagen. En ook gewoon echt motiveren. Ja. En als je dan hebt het over tegenslagen. Zijn er jongeren die op een gegeven moment zo erg toevertrouwen dat zij met hele grote problemen in hun leven naar jou toe komen en zeggen van, wat moet ik doen? Ja. Dus je bent ook echt wel een vertrouwenspersoon. Ja, dan soms praten we ook gewoon één sessie over dingen die er in hun omgeving gebeuren of thuis. Ja. Dus volgens mij is het vooral ook belangrijk voor jongeren dat ze ook zo'n iemand in hun leven hebben. Ja, waar ze mee kunnen, hoe noem je dat? Relaten? Connecten. Connecten. Relateren, ja. Dankjewel. Ja, en die ze vertrouwen en die dan ook een gemeenschappelijke deler hebben, de muziek. Nou, je hoort het thuis. Zometeen gaan we verder met het gesprek. Volgens mij zit jij ook echt aan hun lippen te hangen, net als ik. We hebben nu heel even een break, maar wat ik tot nu toe hoor is, als je, dat hoor ik al de hele week trouwens, als je iets wil, ga ervoor. Laat je niet beïnvloeden door andere mensen. En zorg er ook echt wel voor dat jij de juiste mensen om je heen hebt die je steunen. Dat kunnen vrienden zijn, dat kan familie zijn, maar dat kunnen ook mensen van buitenaf zijn die je leert kennen. Dus blijf vooral kijken. Zometeen zijn we weer bij je terug. Maar voor nu ga ik over naar Sanji.